Yo, mijn naam is Viespeuk, welkom op mijn YouTube kanaal. Ik ga vandaag Just Cause 3 spelen voor jullie. En we zullen zien wat er gaat gebeuren, hè. Best idea that all day. Dus, vandaag moeten we missies gaan doen bij Joe Gast. Nou, dat komt helemaal goed, hè. Daar is helemaal niks mis mee, hè. Hij is geen loodgieter, dit is een rockster, zegt hij. Nou, ik geloof er helemaal niks van, maar het zal wel goed zijn. Dit wordt voor vandaag een spannende episode. Of gewoon helemaal niet. Ik zal nog steeds niet helemaal hoe je precies moet werken met de wingsuit. Maar dat komt vanzelf wel. Ik ga er mijn eigen daar geen zorgen om maken. Lekker zweven door de lucht. Ja, stel dat je in een van die flatten woont en je ziet gewoon een vent met de parachute gewoon random voorbij vliegen. Zou je ook wel denken, wat doet die vent hier? Een of andere gek. Oké, we zijn er bijna. Nog 85 meter nu. Ja. Hallo meneer. Sorry meneer. Zal jij eigenlijk niet aan. Oké. Hier moeten we zijn. Ja. Oké. Be a flappy bird while flying high. Loop de loop de loop de loop de loop de. Ja, dat is heel erg duidelijk. Rico, you made it! I'm here. What did you want to show me? It's right in front of you, Rico. One of Mario's finest garages. All I see is a blue building on a dock. I'll show you. Here, head to these coordinates. Okay. Het laadscherm. Heel erg leuk, het laadscherm. Mysterieuze locatie, hè? Waar? Zo ver weg, man! Even serieus! Get going, Rico. Ja, ja. Are your garages always on docks? Sometimes there are docks, sometimes near airstrips, but they're all the same. You could bring any vehicle to anywhere. You could bring a boat to an airstrip if you wanted. How would I get a boat to an airstrip? Juist. I don't know, Rico. You're the one with the crazy grappling hook. You'll figure it out. True. My point is, you can bring any vehicle to any of my garages. Hey, helicopter. But I assume I'll have to liberate the towns first. Hij geeft daar geen antwoord op, Rico. Dus misschien was dat wel. Fuck. Je bent Spider-Man. Nee, je bent Grappling Hook Man. Een groene helikopter. Kom op, opstijgen, Kling. Moet gaan vliegen, Kling. Ja, ja. Ergens op het platteland. Oké. Are you there yet? Wow. Ja, ik ben er. Goeiedag. Hallo, hoe gaat ie? You want me to bring this scooter? Why? Don't worry about it, Rico. No one will miss it. Your map can help you find my garages. Go ahead. Is deze man nou fucking bloedserieus? Select maar nee, hè? Wat? Wat?
Select Manea. Ja? Place waypoint. Ja? Serieus, wat is nou het verschil, man? Even serieus. Then why am I doing this? I'm the equipment guy for the rebellion, Rico. I bring weapons and vehicles to the rebels all over Medici. Een scooter is geen rebellenvoertuig, ja? This scooter. Lilia Crespo? The one with the bad breath, they called her Dracona? This is her bike. Beauty, eh? She made fun of my hair. She said it was crispy, so we play a little prank on her, eh? And it benefits you and the revolution to boot. And juist. How does stealing Cecilia's stupid scooter benefit me? Don't be slow, Rico. I take the bike, I break it apart. The guys use it to make more bikes. Everyone gets bikes, everyone wins, except the Dracona. She won't be happy, but that's the point. Ja jongens, als je bij de rebellen wil horen, dan kan je lekker scooters stelen en dan ben je ook een rebel. RPG might be more useful than this scooter. Hey, geen commentaar Rico, je hebt tenminste een scooter. If you bring down the Ravello's bases, my boys can learn about the vehicles kept there and bring them to you. But don't bring any of that stuff to my garages. Why not? Oh shit. It throws too much heat, Rico. I've got to keep a low profile to provide the services. Kut scooter! Waarom krijg ik nou geen Aerox, hè? Dat gaat toch veel sneller, man? Nee, je krijgt een hele oude Vespa. En met die Vespa kan je alle kanten op gaan. Vespa is nu jouw leven en je kan er niks aan veranderen. Absorteer het. Kijk, dat is een betere voertuig, oh, die hebben we van de rebellen al. Maar alsnog, veel beter dan deze scooter. Zit hem vol met deuken nu. Ja, ja. Nee! 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 Are you... Ben je nou fucking serieus? Ik heb een actieve scooter. En dan ben ik er bijna. En dan land ik lekker in het water, jongen. Ja, dat lekker... Ja, ik ga lekker in het water rijden. Dus fuck... Ja, doe dat. Kutspel. Als ik helemaal terug moet rijden met die teringscooter, hè. Oh, ik heb een checkpoint. Yes! Ongelooflijk dit, man. Kutscooter. We vallen niet nog een keer in, want dan zijn we allemaal ver van huis af. Welcome back, Rico. Just park the bike right on the blue painted area. Oh, oké. Go down. Dat vind ik hartstikke geweldig, jongen. But I'm still stuck with just this stupid scooter. The stupid scooter. Well, you get them? Got them. Not sure how these help me. Throw them to tell my delivery guys where to drop your equipment. Just pick what you want using my new Rebel Drop app. Rebel Drop app, huh? Select vehicles category. Yes, motorcycle. Helicopters, die. Oké. Okay. Now add two-handed weapon and a dual-wield weapon to drop the list. Wat? Oké. Okay. Die. En die. You're getting a chopper, so throw the beacon to a spot with enough space to take off and land and everything. Ja, dat is ook hier gewoon. It goes right to where the beacons are. And voila! Ah, magische shit! Mario. You bet your ass. Anytime you need anything, just use the app. But we can only supply what you can find, so get cracking. Oh.
Mission complete. Yeah! This looks deadly. Fuck yeah, I am ready to conquer. Of, gewoon niet dus. Hey, Sheldon to Rico. Ik heb toch een helikopter met wapens en al erop. Nee, je krijgt, je hebt de keuze om gewoon een normale helikopter zonder wapens te krijgen. En dan kan je gewoon eigen wapens pakken. Nee, dat is heel erg logisch. Keiharde logica, dankjewel. Del Porto is about to suffer the brunt of his, disappointment. I thought you and your pal would like to know. Uh-huh. Thanks, Sheldon. Mario, you there? Oh, hij geeft wel aan dat kilometer afstand. Dat vind ik wel vet. Dat is wel dope. Dope shit, ja. Dope shit, yo. En deze feature natuurlijk, yo. Aha! Deze stad heeft mij niet nodig. Ah! Yeah! Oh, kut. Aha! Zagen jullie dat? Was dat niet geweldig? Hè? Daarom heet ik Rico. Rico staat voor... Rico. Rick is cool. Klootzak. Wacht. Klootzak is met een K. Rick is cool. Olifant. Ja, daar zat ik ook voor. Rick is cool, olifant. Hey, mijn scooter. Ga terug naar je eigenaar. Of niet? Oh, wacht. Hé, hey, autoke. Autoke, wil jij vliegen, autoke? Wacht even. Abrikabletje, hé. Het gaat wel heel langzaam, hé. Het heeft niet gewerkt, hé. Even opnieuw proberen. Zo. Aha. Oh, kut. Sorry voor je auto, meneer. Ik ben van het sloopbedrijf. Wij slepen je auto gratis weg. Ook al is er niks aan de hand met je wagen. Oh, 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 daar gaat hij hoor. Ja hoor. En hij is dood. Oh, kut. Help! Help! Oh. Zag je dat? Ik was bijna dood. Nou, ik zal zeggen, van nu is het te einde. Maar als je nog meer wilt zien, dan kijk je toch nog meer, hè? Is er nou zoveel moeite om te vragen? Kijk die mooie vogels. Aha! Au, wat eten. In ieder geval, kijk meer voor de volgende keer. Dat is keiharde logica. Ondertussen ga ik nog wat extra missies doen, zodat jullie daar niet elke keer naar hoeven te kijken. Bedankt voor het kijken naar mijn video. Ik ben Viespeuk. Jullie zullen mij nooit zien, maar ik zie jullie wel. Dat is heel erg creepy. Tot de volgende keer.